Ze hadden een vermoeden dat ze een geldprijs zouden winnen, maar dat het om zo'n enorm bedrag zou gaan, dat had de directie van het Stedelijk Museum in Schiedam niet verwacht. De vreugde was dan ook groot toen de prijs werd uitgereikt. Er werd door de Bank Giro Loterij ook gezegd dat ons tentoonstellingsprogramma innovatief en spannend is. En dat maakt dat wij een voorbeeld zijn voor musea van moderne en hedendaagse kunst in Nederland. Het geld is hard nodig, want het museum heeft ideeën genoeg. Bijvoorbeeld de ingang veranderen. 6 jaar geleden werd deze ondergrondse entree geopend. Het was een idee van de gemeente, maar veel bezoekers blijken het verwarrend te vinden. Toen wij aankwamen lopen, wij komen niet uit Schiedam. Toen dachten we, oké, de ingang, wat doe je dan? Dan loop je dus onmiddellijk naar de hoofdingang. En vervolgens blijkt die dicht te zijn. En dan zie je daar een wat futuristisch geheel. En daar staat dan ingang, maar dan denk je, dat is de fietskelder. Toen ik hier aankwam, toen dacht ik, dat is de ingang van het café. Want ik zag dat dat gewoon ook open was voor als je niet naar het museum wilde. Dus ik liep het gewoon voorbij. We gaan de ingang verplaatsen. Als je het plein opkomt, dan zie je het bordes met de zuilen. En de timpaan daarboven. En daaronder zie je 2 grote deuren. En die gaan straks gewoon openstaan voor het publiek. Dus het publiek heeft straks de koninklijke weg naar het museum. Een groot deel van de geldprijs gaat ook besteed worden aan een nieuwe permanente tentoonstelling. Dat wordt een overzicht van Nederlandse werken van 1945 tot nu toe. Er zijn een aantal objecten die niet in andere musea ook vertegenwoordigd zijn. En die gaan we met aankopen vanuit de gift van de Bank Giro Loterij gaan we die aanschaffen. De tentoonstelling zal vanaf eind september te zien zijn in Schiedam.